Zo positief al. Piet de Visser, de oude rot in het vak op gebied van scouting van nieuwe spelers, talentvolle spelers wereldwijd en natuurlijk oud trainer, is zeer goed te spreken over de twee nieuwe aankopen van Ajax. Hij ziet het ook als een goede investering. We hebben het over de talentvolle spelers Casiera, de spits, als ik de naam goed heb uitgespreken. En over de Davinson Sanchez. Twee jonge Colombianen die afgelopen week zijn gecontracteerd door Ajax. Casiera is 19 en Sanchez is 20 jaar oud. Beide hebben 5 tot respectievelijk 5,5 jaar getekend. Transfersom van om en bij de 5,5 miljoen euro ongeveer. En Sanchez is een stevige, geblokte verdediger. Die goed uit de voeten kan, sterk in 1-op-1 is en ook goed kan verdedigen. En het is gewoon een. Voor mij is het, lijkt hij wel een beetje op Rijkaard. Tenminste, qua uitstraling, maar qua bouw. En we gaan het zien komende seizoen, komende weken, wanneer de voorbereiding wordt getroffen. En natuurlijk eind juli de voorronde van de Champions League. En ook de spits, Casiera, daar heb ik gewoon een goede verwachting van. En als een grootheid als Piet de Visser, wat hij zeker is. Wat hij zeker voor de Nederlandse voetbal heeft betekend. En ook internationale grote talenten heeft binnengehaald bij diverse clubs. Ja, geloof ik ook echt in deze twee spelers. Zoals hij al aangaf, de Visser werkzaam als scout van Chelsea. Hij zegt dat Sanchez al eens aan het werk. Dat heeft hij al een keer gezien, zijn manier van spelen. En hij is sterk, snel en heeft een ongelooflijk veel power. Ja, opbouwend zou het in Nederland nog een paar tandjes beter moeten, maar zijn mentaliteit is geweldig. Dat is in ieder geval, dat zijn uitspraken van toch een man van staat, Piet de Visser. Wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. Maar ik ben reuze benieuwd hoe dit gaat uitpakken komend seizoen. Ik kijk ook erg uit naar het nieuwe seizoen, naar het toch enigszins teleurstellend seizoen van Ajax. Over een paar weken, ik kijk er echt naar uit, de voorronde Champions League. Het is normaal gesproken gedoemd te mislukken. De voorrondes, normaal gesproken, haalt een Nederlandse club en zeker Ajax de laatste jaren de voorronde. Met hang en wurgen komen ze misschien net naar de volgende wedstrijd, want ze moeten 2 tot 4 wedstrijden spelen. En daarna houdt het wel op en plaatsen zich maar al te vaak, voor mij is het alweer 8 jaar geleden, voor de laatste 2 clubs. Met 2 teams in de Champions League speelden. De kans is klein dat ze zich weer plaatsen. Maar laat het nou een keer dat gaan doorbreken. Ik moet er zeggen van, laat het nou wel een keer wel gaan lukken. Nog misschien een paar goede aankopen erbij. Wat ik al eerder aangaf, Klaas-Jan Huntelaar wordt genoemd. Nou ja, die kunnen we natuurlijk met zijn ervaring en met al zijn doelpunten die hij zeker gaat maken. Want Huntelaar staat garant voor doelpunten. Hij heeft natuurlijk een Ajax verleden en hij prikt ze er wel heel erg makkelijk in. Die verwachtingen durf ik zeker uit te spreken dat ik denk dat Klaas en Huntelaar naar Ajax gaat. Ik ben benieuwd, misschien kan jij aanvullen welke speler je graag bij Ajax zou willen zien en misschien welke speler je liever ziet vertrekken. Er wordt genoemd El Ghazi, Schöne. Mike van der Hoorn wordt genoemd door volgens mij een Engelse club. Swansea City wordt genoemd. Ook weer zo'n club van. Ik weet niet wat ik ervan vind, maar ik denk dat van Mike van der Hoorn een goede keuze zou zijn. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan gaat vinden. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. En we gaan het beleven. Tot de volgende keer. En wie weet, straks weer een ander nieuwtje.